Welkom bij Radiocontact Meditatief. Vandaag slaan we de Bijbel open bij Matteüs 20, de eerste 16 versen. En daar wordt de gelijkenis beschreven van de arbeiders in de wijngaard. Dominee Schaafsma houdt hier een meditatie over. En de kerntekst van vandaag vindt u in Efeze 2 vers 8. En daar staat, want uit genade bent u zalig geworden. Het woord genade zult u in dit programma veel horen. Voor we naar dominee Schaafsma gaan luisteren, luisteren we dan naar Psalm 89, vers 5, 7 en 8.
Beste luisteraars, vanmorgen wil ik graag iets zeggen tegen u over het woord genade. Dus het thema is, wat is genade? En daarvoor lees ik een gelijkenis van de Heer Jezus die we vinden in Matteüs 20, de verzen 1 tot 16. En dan lezen we dit. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkeloos staan, en hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat ook u naar de wijngaard, en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen ze ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten ze dat ze meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen ze die ontvangen hadden, morden ze tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatsten hebben maar 1 uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over 1 penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Beste luisteraar, de tekst is uit Efeze 2, vers 8. En dan het eerste zinnetje, waar staat, want uit genade bent u zalig geworden. En misschien vraagt u zich nu af, wat heeft deze tekst te maken met de gelijkenis van Jezus? Nou, dat zal u duidelijk worden in deze meditatie. Het woordje genade, charis in het Grieks, gebruikt Paulus ruim 100 keer. Maar wat is genade? Elke kerkdienst begint ermee. Genade zij u en vrede. Iedereen kent het woord. Wat een prachtig woord. Je zou er zomaar aan gewend raken. Maar genade, wat is dat precies? Kunnen we dat onder woorden brengen? Wel, genade is het enige motief van God om ons te behouden, om ons zalig te maken, terwijl we het juist niet verdiend hebben. Dat wil zeggen, wij hebben het er bij God niet naar gemaakt. Integendeel, wij hebben God verlaten. We kunnen de schuld niet geven aan Adam en Eva. We kunnen de schuld ook niet geven aan andere mensen. Dat doen we ook heel graag. En we kunnen de schuld helemaal niet aan God geven. Wij zijn de schuldigen, u en ik. En God bewijst genade aan schuldige mensen. Ze krijgen gratie. Want gratie
is hetzelfde woord als het woord genade. God geeft die gratie en wij ontvangen het. Waar genade valt, daar valt ze vrij. We zingen het ook. Uw vrije gunst wordt de ere toegebracht. Dat is het eigenlijk. Vrij wil zeggen, God is vrij in wat Hij doet. God geeft geen verplichtingen aan ons. God is soeverein. Wij hebben verplichtingen aan Hem. Hij is onze schepper. Maar van die verplichtingen komen wij van nature niets na. Wij hebben God verlaten en Hem de rug toegekeerd. En wij zijn vijanden van God geworden. Dat is het eerste wat we moeten zeggen als we het over genade hebben. Want waar geen zonde is, daar is ook geen genade. Dat staat ook in het gedeelte van Efeze 2. We zijn van nature zoals we geboren zijn, dood in zonden en misdaden. Dat gaat over jouw bestaan en over mijn bestaan. We wandelen overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. We gaan met de stroom en met de massa mee. De mens is een kuddedier. De mode, de meningen, de winden die er in de wereld waaien. De geest die werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Alles wat plaatsvindt en naar ons toe komt via de media. En we gaan er allemaal zomaar in mee. Dat betekent immers veel voor ons. We willen er niets van missen. Want je moet nu eenmaal met je tijd mee. Maar het zijn wel de begeerten van ons vlees waar we dan in leven. Wij zijn van nature kinderen des toorns. De toorn van God rust op ons. Over de toorn van God wordt helaas niet vaak gepreekt. Maar de Bijbel verzwijgt de toorn van God niet. Ook de Heer Jezus niet. De toorn van God rust van nature op elk mens, want er is geen onderscheid. Als we dat niet beseffen of erkennen, dan weten we ook geen raad met het kruis van Christus. Want op het kruis woedt de toorn van God over Jezus Christus, zijn Zoon, onze zaligmaker. Christus draagt plaatsvervangend onze straf. De hitte van Gods gramschap wordt daar geblust. Op Golgotha. Dat is de kern van het evangelie. En dat mogen we nooit loslaten. En dat heil, wat vanuit het kruis naar ons toe komt, dat heet nu genade. Dat heil schenkt God op de manier van genade. Dat is Gods motief om zondaren te behouden. Wij kunnen God nooit motiveren, maar God is gemotiveerd en bewogen vanuit zichzelf. We moeten maar nooit denken dat we een kind van God zijn, omdat we in Nunspeet wonen, of op de Bijbelbelt, of omdat we zondags in de kerk zitten. We mogen nooit denken dat we God kunnen motiveren ons te behouden, omdat we zulke ernstige mensen zijn en de dingen zwaar opnemen. Of juist mensen die evangelisch zijn. Of mensen die het zo goed menen. Het beste met iedereen voor hebben. Dat is allemaal vreemd aan het woord genade. De Heer Jezus legt dat heel vaak aan zijn gehoor uit. Want het is van alle tijden dat mensen genade niet snappen. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. De oudste zoon begreep er niks van, dat zijn broer met zijn verzondigde leven thuis mocht komen en dat er feest gevierd werd. Hij kon er niet bij. Hij werd boos. Denk ook aan de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Die farizeeër snapte er niks van, dat die slechte tollenaar in de tempel kwam en als een goddeloze genade ontving.
Over genade kun je je alleen maar verwonderen. Zalig worden is een groot wonder. En als het voor u of voor jou geen wonder geworden is, dan bent u nog niet behouden. Zalig worden is een eeuwig wonder. Je gaat als je genade ontvangt God prijzen en belij de Heere, waarom hebt u mij genade gegeven? Een onbekeerd mens die zegt juist, Heere, waarom ik niet? En waarom hij of zij wel? En waarom zouden die mensen het alleen hebben? Ik ben toch oké? Ik doe toch wat ik kan? Ik doe toch mijn best? Meer kan ik niet. Daarom moet ik vaak denken aan die gelijkenis van de werkers in de wijngaard die wij gelezen hebben. Mensen hebben bij die baas in de wijngaard hard gewerkt, vanaf 6 uur 's morgens. Ze ploeteren de hele dag. Ze doen echt hun best. Maar die baas, zo lazen wij, ging ook nog weer arbeiders halen om 9 uur 's morgens, om 12 uur, om 3 uur en zelfs om 5 uur 's middags. 5 uur 's middags, dat is maar 1 uur voor het uitbetalen. Want om 6 uur 's avonds legt iedereen het werk neer. Om 6 uur mag iedereen naar huis met zijn dagloon. Je zou zeggen, dat is toch dwaas? Wie huurt nu arbeiders als het werk klaar is? Wat konden die mensen nog doen, die laatkomers? Niks. Alleen misschien wat gereedschap opruimen. Ze hadden dus eigenlijk niks gedaan vergeleken bij die werkers van het eerste uur, die er om 6 uur 's morgens al waren. En dan komt de uitbetaling. De baas gaat uitbetalen. Jezus zegt, de baas begint met het uitbetalen bij de laatkomers. De laatsten worden de eersten. Dat is op zich al een wonder. Wij zouden zeggen, die eerst komt, die eerst maalt. Maar de Heer Jezus laat de laatsten eerst komen. En dan komt er nog een wonder bij. De laatkomers krijgen ook nog eens het volle pond. Hadden ze daar recht op? Wel, nee. Hadden ze erop gerekend? Ook niet. Ze zijn volstrekt verrast. Genade is altijd verrassend. Genade is altijd verbazingwekkend. In Malawi zongen we dat ook altijd, na afloop van de kerkdienst. Dan ging ik met de kerkraad naar de consistorie en dan werd het lied aangeheven, Amazing Grace, verbazingwekkende genade. Maar laten nou die bezweten werkers van het eerste uur dat net zien. Ze zien het volle loonzakje van de laatkomers. En nu gaan ze rekenen. Wij hebben 12 uur gewerkt. Dus wij krijgen vast 12 keer dat volle bedrag. Maar dat pakt even anders uit. Ze krijgen geen loonsverhoging. Integendeel. Ze krijgen hetzelfde loon. Wat een teleurstelling bij die harde werkers. Ze begrijpen er niks van. Ze worden zelfs boos. Waarom worden ze kwaad? Ze snappen één woordje niet. En dat is het woordje genade. Hun rechtvaardigheidsgevoel speelt op. De baas is volgens hen niet rechtvaardig bezig. Zo dagen mensen God voor hun rechterstoel. Het klopt niet met onze logica wat God doet. Waarom geeft die baas aan die laatkomers het volle pond? Daar hebben ze toch geen recht op? Ze hebben toch bijna niks gedaan? Maar de Heer Jezus helpt hen en ook ons uit de droom. Inderdaad, dat is ook zo. Ze hebben bijna niks gedaan. U en ik, niemand heeft recht op genade.
de Heere is het aan niemand verplicht. Zalig worden is een wonder. Je krijgt waar je helemaal niet op rekent. Je rekent op de rechtvaardige toorn van God, want God heeft jou laten zien wie jij bent. Je leert je eigen leven zien zoals God jouw leven ziet. En dan reken je op zijn straf, want God is rechtvaardig. Je rekent op de eeuwige dood, want je bent in zonde ontvangen en geboren. Er zit geen goede draad aan jou. Je hebt de wil van het vlees gedaan, niet de wil van God. Je hebt een verzondigd leven. Er is een lied dat zingt, O doe genade ervaren aan het bevend hart. Hebt u uw rechter zo wel eens bevend om genade gesmeekt? Doe dat, want dan krijg je wat je juist niet verdient. Je krijgt genade, zomaar. Die laatkomers in de gelijkenis komen met geld thuis voor hun gezin. Ze kunnen eten kopen. Ze kunnen volop eten. Het loon dat ze ontvangen is genadeloon. Het brood dat ze eten is genadebrood. Het is gewoon feest. Het is genadefeest. Hun werk legt geen gewicht in de schaal. Al onze goede werken kunnen God niet bewegen. Maar het enige motief van God om ons zalig te maken is genade. En daarom kan het voor u en voor mij ook. Hoe kan een rechtvaardig God jou rechtvaardig verklaren? Hij heeft er zelf voor betaald, in zijn Zoon. Wij zijn het totaal onwaardig. De verloren Zoon was het onwaardig. Hij zegt het ook. Ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden. Ik hoor er niet meer bij. Maar hij krijgt een kus. Hij krijgt een omhelzing. En die vader zag hem al van verre staan. Wat een wonder. Waarom ik? Wat is God goed? Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En daarom laten we hem prijzen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Thank you.
voor vandaag heb ik naar aanleiding van de meditatie allemaal liederen opgezocht waar gezongen wordt over genade. En het lied waar we nu naar gaan luisteren is een gebed om genade. Het is een lied dat gedicht is naar Psalm 56. Wees mij genadig, Heer, bescherm mij door uw hand. Gebed om genade horen we in het volgende lied. Ach, blijf met uw genade, Heere Jezus, ons nabij.
U heeft vast al met me meegedacht en gedacht aan Psalm 98. En dat is een psalm die we graag zingen bij de kerkelijke feesten zoals Kerst en Pasen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We gaan luisteren naar Psalm 98, vers 1, 2 en 3.
Er is genade door het bloed van de Heer Jezus. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Vandaag het lied Vaste rots van mijn behoud ook niet ontbreken. Want het gaat erover vandaag uit genade bent u zalig geworden. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat me steunen op uw trouw. Laat me rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Thank you.
Ook Psalm 97 zingt over genade. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade.
laatste psalm die ik u laat horen met een loflied op genade is psalm 107. Looft, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit, is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Gekomen van dit programma. Dominee Schaafsma dacht met ons na over het thema genade, naar aanleiding van Matteüs 20. Henk van Slot zorgde voor de techniek en Linette heeft de liederen voor u uitgezocht. Dominee Schaafsma noemde in zijn meditatie het votum aan het begin van de kerkdienst. En ik wil u nu aan het einde van dit programma herinneren aan de zegen aan het einde van de kerkdienst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. We luisteren tot slot naar een pianosolo over deze vrede en genade.